Meerdere gemeenten langs de Waal zijn tegen het schrappen van een nevengul in de rivier bij Varik. Een stuurgroep besloot onlangs na jaren strijd om de voorkeur te geven aan een alternatief plan. Zonder nevengul moet er in de naburige gemeente in de toekomst mogelijk extra maatregelen genomen worden om het Waalwater te keren. Buurgemeenten willen dat dit eerst in beeld wordt gebracht, voordat definitief besloten wordt de gul te schrappen. De gemeente Tiel liet al eerder weten het niet eens te zijn met het schrappen van de gul. Tiel benaderde Neder-Betuwe, Over-Betuwe, Westmaas en Waal, Druten, Beuningen en Nijmegen om hetzelfde te doen. Nijmegen, Druten en Westmaas en Waal hebben dit gedaan, Over-Betuwe niet. Neder-Betuwe steunt de zienswijze van Tiel deels, maar heeft nog geen zienswijze ingediend. Ook Beuningen laat weten het verzoek nog in beraad te hebben. Alle reacties worden meegenomen in het definitieve advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Dit komt vermoedelijk in juni. De minister neemt vervolgens de beslissing.